Vandaag slaat premier Balkenende een super high-tech munt bij de Koninklijke Nederlandse Munt. De enige producent van het officiële Nederlandse muntgeld. Deze munt wordt geslagen ter herdenking van de ontdekking van Manhattan 400 jaar geleden. Voor deze munt is onder andere gebruik gemaakt van Google Maps en lasertechnieken. Wij staan hier voor de pers waar zojuist de eerste slag heeft plaatsgevonden van het Nederlands Manhattan 5-je. Deze munt is op technologisch gebied het meest uitdagende wat de Koninklijke Nederlandse Munt tot op heden heeft geslagen. Op het Manhattan 5-je staat een oude en een nieuwe plattegrond van Manhattan. Om alle details op een munt te krijgen is bij de Koninklijke Nederlandse Munt gebruik gemaakt van ingenieuze microscopische lasertechniek. Hierdoor voel je het relief en zijn achtergronden, voorgronden en details duidelijk zichtbaar. Ik heb zowel naar het Manhattan van 2009 gekeken als ook naar het Manhattan van 1609. En ik heb zowel voor de ene als voor de andere zijde gebruik gemaakt van wetenschappelijke informatie. En de hoge resolutie informatie die mij ter beschikking is gesteld door de stad New York. De Koninklijke Nederlandse Munt is ongelooflijk trots op het eindresultaat. Bijzonder is dat het portret van koningin Beatrix, gemaakt door Hans van Houwelingen, als munt-in-munt-principe is weergegeven. En dankzij lasertechniek, satellietbeelden en de gereconstrueerde kaarten van de Wildlife Conservation Society is de Koninklijke Nederlandse Munt in staat geweest het Manhattan van 400 jaar geleden en het Manhattan van nu te verbeelden op deze munt. Het Manhattan 5-je is een wettig betaalmiddel en vanaf vandaag in ruil voor €5 verkrijgbaar bij postkantoren en postagentschappen.